Come on, eh, lads. Come on, Lars. Gracias.
zet mijn drop er wel later op, zeg. Mijn drop er wel op. Dus dat moet je wel met haar rol stoppen. Maar die, kijk, kom op, hè. Hier, Luca. Nee, juist als ik het niet doe. Nee, juist als ik het in de warming up. Ja, daar. Wanneer je een abonneerbol hebt, dan moet je het aanzetten. Kom aan, Lars. Wat voor erop? En eet zijn we het niet.
Kom op, jongens. Kom aan, jongens. Ja, ja, ja. Kom op. Want dat is wel leuk, want daar zijn ook zo'n brok dingetjes en zo. Maar het is ook best. Hier heb ik het. Ik ga nou even kijken naar ons land. Dat lukt mij redelijk zelf ook wel hoor. Ja, ik kijk gewoon even door ook op dit moment. Ja, hier komt de lijn opnieuw in ons midden met de Jari van E. Hier is hij. Kom aan, jongen. Ik vind dit dus 1 en 2 samen. De jongens zitten er nog. De jongens zitten er nog. De jongens zitten er nog. De jongens hier de tweede man in de wedstrijd, Ralf en Warren Sievers. 13 handen. Laatste ronde. Ja, die moest heel vroeg al, of niet? We moeten hem alle 9 uur houden. Hallo, waar ben ik dan maar in? En Lizzie en VA. Knapste man. Nee, maar VA rijdt heel hard op deze samen. Laatste ronde die gaat in. Laatste ronde. We lopen Lizzie minder. Die rijdt nog toch op. En nu rijden zijn de jongens een jaar ouder. En Toya is veel meer gewend om zich daartussen te doen. Laatste ronde. Laatste ronde. Voor Dani Mane met Luca van Lommel. Ik weet, ik ken die jongen niet. Dat is kun je naar achteren laten. Hier moet hij net naar achteren komen. Hier met Luca van Lommel. Luca Renders is het die de laatste ronde ging. Ja, daarna is laatste ronde nu. Jules Fussels, laatste ronde. Die gaat ook in voor Quint Smit. Laatste rondje ook bijna een tandenstuk die om proberen te volgen. Nu van Neuten. We maken het op voor de laatste ronde met Joachim Lunendijk. Dan wachten ze meteen Lars Korsens als de posities waar worden blijven in Robin Meijers. En opzij beginnen aan die laatste ronde. Kom aan Robin, kom op. Kom aan Lars. Meijers en Korsens. Ze rijden daar voor plekje 9 en 10 in de wedstrijd. Hier zijn ze, Robin Meijers en Lars Korsens bij het aan de laatste ronde. Kom aan Jonas. Laatste ronde die gaan weer voor iedereen in. Voor Wim de Keizer. Gerold Bertels. Ook hij begint aan de laatste ronde. Er is nog altijd eentje die aan zijn wiel plakt. Joas van Kampfort. Kom maar,
achter. Kom maar, kom in, kom maar. Ik wil eigenlijk nog wat doen. Ja, mooi in de week. Ja, ik wil. Laatste ronde nu voor iedereen. Iedereen begint nu aan de laatste ronde. Zeker van dat hij gaat winnen. Jari van Lee pakt de overwinning hier op de Rommelwerk in het centrum. Ja, met de gepaste vast en de vingers in de lucht. Jari van Lee. Goed gedaan. Goed vallen gehouden. Ja, met daarop Lorenz Iwens die de tweede plek te pakken had. Hier komt hij. Lorenz Iwens pakt de tweede plaats. Dan kijken we uit naar plekje nummer 3 op het podium. En straks ook nog uiteraard naar de provinciale titels. Van één hier gewonnen, nieuwe provinciale kampioen. Hier op de aankomst van Luc Keil. Kom aan, Luca! Alles geven, kom aan, jongen! Ha, kom aan! Kom aan! Ze gaan allemaal goed hebben bijgehouden. Dat heeft de volgende keer, hoor. Dat kunnen we niet. Hij gaat misschien nog wel mee naar de goeie Dani. Goeie man. Kom aan, Luca, kom aan, doortrekken! Kom aan, en dan een sprintje, kom aan! Kom aan! Hier brengen Danny Maan in derde plaats en de tweede plaats op het provinciale kampioenschap. En houdt daar Luca van Lommel nog af die hier binnenkomt. Goeie Luca. Op. Vierde, nog even een klein sprintje. Kom aan, jongen. Kom aan, Quinn. Kom op, jongen. Voor jou, kom op. Hier nog een sterke aankomst van Luca Renders. Hier nog wordt gespurt. Tussen Quint Smits en wie zat daar nog bij? Dan zat de Joachim Lundijk. Of Niels van Neuten, het zal Niels van Neuten geweest zijn inderdaad. En die trui van ATW Kempen. Wordt er ook gelopen. En hebben daar technische problemen voor een van de mannen die eraan komt. Dus Joppe Verkes die te voet staat en zijn wedstrijd te voet beëindigt. Ik hoop niet dat we met een goede voorlachting maar een beetje aanval. Ik wil nog steeds aan moeten laten gaan. Dat we hier een Joachim Lubendijk krijgen. Kom aan, helaas nog een sprintje. Porsches heeft daar afstand genomen van Robin Meijers, heb ik de indruk. Kerel Bertels is daar komen oprukken. Dus
plekje nummer 9 als het geconsolideerd blijft. Gaat naar Lars Korsus. Daar komt Kerel Bertels die nog een plekje goed maakt in die laatste ronde. En dit ten aandele van die lokale mannen hier van het UCT